Kondigde Gordon zijn nieuwe album aan. Johan Derksen begreep vooral de inhoud niet, zo vertelde hij in een eerdere uitzending van 6. Ik las een stuk in de krant vanochtend en dan zegt hij: De nieuwe plaat, dat is eigenlijk de weergave van wat ik de laatste acht jaar heb meegemaakt. En vervolgens zegt hij: Het zijn allemaal covers. Ik had verwacht dat Gordon met al die drama's in zijn leven wel zelf allemaal theoriekers geschreven zou hebben, want het gaat om zijn eigen emoties. Maar nee. Het zijn gewoon covertjes. Albert Verlinde had ook iets te melden aan tafel. Gordon is zo iemand, het laatste wat hij meemaakt, dat is voor hem het nieuwe heiligdom, zei hij. Als hij in verborgen verleden zit, dan gaat hij voortaan weer Heukenrood heten. En als hij bij Simone Kleinsma in het programma zit en Nederlandse liedjes zingt, dan wil hij ineens weer Nederlandse liedjes gaan zingen. En daar zijn we nu de dupe van, met het nieuwe album. Sorry, ik vind het gewoon echt niet goed. Daarop noemt Gordon dat onwaarschijnlijk laag bij de grond dat hij werd uitgelachen door de mannen van zes. Wat ik tegenwoordig zo erg vind, is dat je zonder iets te hebben gehoord onderuit wordt gehaald, zei hij in tijd voor Max. Dat ze repetitiebeelden laten zien, terwijl je nog met je geluid en je oortjes bezig bent. Dan denk ik, mensen, hoe onwaarschijnlijk laag bij de grond is het? F.C.K. Daan. Wilfred Gené noemt dit keiharde uitspraken van Gordon. Johan Derksen vulde zijn collega aan: Ik heb een grote bek. Maar ik ben niet van steen. René van der Gijp geeft Albert Verlinde de schuld. Albert heeft hem afgemaakt. Ik zat alleen maar te lachen.